Het raam daar zit met een heel stout plan, namelijk dat hij deze kerk wilde gaan inrichten voor de Bureau Archeologie van Haarlem. Hij moest nodig aangepakt worden en dat leek ons een heel spannende uitdaging om dat te doen, namelijk om zo'n kerk een totaal nieuwe functie te geven, met name in een publieke sfeer, want het is natuurlijk heel spannend hier dat je daar het hele Bureau Archeologie hebt, maar dat je ook hier binnen kunt komen en kunt zien wat er op die tafels gebeurt, zodat je ook midden in de historie, in de bodemschatten zeg maar, van Haarlem, verzeild kunt raken hier meteen. Prachtige combinatie, en was ook een prachtig idee, maar er kwam één ding bij, daar had ik niet op gerekend, bijgeleverd werd, het plan en de hele uitwerking, maar ook de man Martin Busker. Nou, dat weet je het wel. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar waarschijnlijk wel uit alle publicaties. Martin, ja, dat willen we kunnen. Martin is nooit te stuiten. Hij heeft hier het hele ontwerp laten hier klaar liggen. Niet alleen het ontwerp van het gebouw, maar ook, en dat mag ik toch speciaal op wijzen, ook het ontwerp van de inrichting. En dat ziet er nog altijd fenomenaal uit. Dus een enorm succes nog steeds, Martin. We zijn er erg trots op. En tijdens de hele bouw heeft hij ook met ons meegelopen en over onze schouder meegekeken, geadviseerd. En zo is dit gebouw op deze manier dan tenslotte toch door de Bureau Archeologie in gebruik genomen. Ja, en als je hem dan in huis hebt, dan weet je dat je niet klaar bent met hem. Want we waren nog niet begonnen met bouwen of hij begon te praten over, goh, mooie ramen zijn het hier en het zou leuk zijn om. En ja, ontrolde zich het idee over de stripramen, om het maar zo te noemen. En ja, dat is eigenlijk natuurlijk een prachtige bijkomstigheid wat je bij zo'n gebouw kunt doen. Even teruggrijpend in de historie natuurlijk, want wij zijn stadsgesteld proberen veel gebouwen her te bestemmen. Het is leuk dat de provincie naast me ook hier ziet. En ik zag Ernst van der Klei ook al hier achter me. De strateeg van het erfgoed van de provincie, zal ik maar zeggen. Want wat probeert de provincie juist? Dit soort gebouwen, wat zijn functie verliest als religieus gebouw, her te bestemmen tot in ieder geval publieke gebouwen. Zodat het publiek nog kennis kan blijven nemen van het prachtige oude gebouw. Maar ook weer met een nieuwe bestemming die waardevol is en een economische draagkracht heeft. Nou, dat is hier fantastisch gelukt natuurlijk. Dus wat dat betreft past dit verhaal helemaal in de strategie van de provincie ook. Nou, toen ik deze opdracht kreeg om deze kerk dus aan te pakken, was eigenlijk een van mijn eerste gedachtes van, hé, ik zie helemaal niks in de ramen zitten op een gegeven moment. En als je een kerk binnenkomt, dan is het toch meestal iets wat van gekleurd licht wat op je afkomt of iets dergelijks. En dat zag ik niet. En ik dacht bij mezelf van, daar wil ik wat mee doen. Want ik probeer altijd iets toe te voegen aan een werk wat ik heb opgeleverd. Dat is zo groot uitgepakt, wist ik ook van tevoren niet zo goed. Maar ik ben toen eigenlijk al gelijk naar de man achter mij, Joost Zwarte, gestapt. Van Joost zei, als ik hier mee wil gaan, Joost heeft ontzettend veel ervaring met glas- en loodramen. En ik zei, dit en dit ben ik van plan. Ik wil gewoon iets van Haarlem toevoegen hierin. Als stripstad zijnde, en jij bent striptekenaar. Nou, het balletje begon zo te rollen. Ik zal het heel klein kort houden. Op de dag dat zeg maar, de kerk zou beginnen met de verbouwing, of de kerk niet, maar de aannemer Holland zit hier ook ergens bij al. Die zou beginnen met de verbouwing ervan. Was de laatste reden, zeg maar, de vrienden van de Bakenes hier in de kerk. En die zeiden, ja, die hadden het verhaal aangehoord van Joost Zwart en zo. Ja, maar weet het, wij hebben ook nog Gerrie Hondius. En zei, dat weet ik. Ik wist niet haar in die persoonlijkheid. Maar ik zeg, weet het, als ik met de naam van Joost Zwart kom, dan gaan er gelijk wat zijn er wat plootjes alweer glad gestreken. Dat is wat makkelijker dus naar buiten te komen. En, maar goed, ik zeg, ik ben blij toe dat jullie ermee komen geven. Ik wil dat ook heel graag oppakken. En toen hebben we allerlei striptekenaars eigenlijk ook het Haarlem gedaan. Alleen natuurlijk Theo van Boogaard die ook daartussen staat. Dat is een Amsterdammer en dat ben ik ook. Dus ik denk, ja, er moet wel iets van Amsterdam bij zitten. Ja. Dat kan niet anders.
En ja, ik mag zijn werk ook bijzonder graag, dus vandaar ook natuurlijk. Maar zo is het balletje gaan rollen op een gegeven moment. Het is niet in het tempo gegaan wat ik wilde, want ik wilde eigenlijk alle ramen, die moesten allemaal opnieuw verloot worden, verkopen aan sponsors. En dan een klein ruitje erin van, noem maar de naam op, Holleman, gesponsord. Dat ging niet, want ik kreeg niet altijd de medewerking die ik daarvoor heb, maar dan ga ik om mensen heen lopen en dan zoek ik het steeds hoger op. En dat heb ik hier ook gedaan op een gegeven moment, tot de wethouder zei van, Martin, als jij de Rijksdienst mee krijgt, moet je ze even geven. Nou, die Rijksdienst was geweldig enthousiast erover. En toen is het als een olievlek heeft het zich uitgespreid. En is het eigenlijk al heel erg snel gegaan. En toen hebben we dus ook de sponsors weten gekregen. Achter elkaar, weet het. Wat zij dus hebben gekregen was inderdaad dan van kerk naar bureau archeologie. Dat moesten ze ook verbeelden. Nou, dat is heel spannend geworden omdat je 5 totaal verschillende ramen hebt gekregen ermee. En eigenlijk allemaal hetzelfde thema. En Joost die krijgt dan de opdracht, dat mag hij straks zelf wel verder vertellen, over het raam weet het, van de geschiedenis van de Baardenskerk in Haarlem. Nee. Dus nou, zo is hij gekomen en gegaan. En zijn we met de sponsoractie begonnen. En gedeeltelijk is het dus nu afgelopen ermee voor dit raam. Ja, ik kan nog niet stoppen. Ik kan nog niet stoppen. Weet het. We zijn buiten van keurig, is de tekst boven de entree is knap nou, zoals ik het wilde hebben weer. En het is een prachtige tekst. Er komt ook een bordje bij met de vertalingen erop tijdens wat er nu staat. Dat bewaar ik voor later. Hier buiten is de natuurstimmer Tobias Noep bezig met... Vroeger heeft daar een leeuwtje gestaan die de Haarlem omarmde. Straks omarmt hij niet alleen Haarlem, maar ook de provincie Noord-Holland. Die is een van de grote sponsors geweest. Dat heb ik verwerkt in het wapenschild. Het provincie Noord-Holland en... Haarlem eronder, Haarlem als hoofdstad, provincie daarboven. En het stukje wat Henk Gijs zegt, dat laat ik even over. Dat mag hij zelf hebben opschrijven, dat hoef ik niet te doen. Henk Gijs van Haarlem Dagblad. Maar er komt dus nog iets bij. En dat, die 3 zijn fantastisch ervoor. Dat wordt op het ogenblik ook uitgevoerd. Ik denk dat het goed is om aan te geven van, dat het een bijzonder moment is vandaag. Juist ook omdat de stadherstel gekozen heeft... voor zo je weer het opleuken van deze accommodatie. En het meest belangrijke vind ik overigens wel, dat het gaat om een publiekstoegankelijk gebouw met als belangrijk onderdeel archeologie. Archeologie is een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille. Ik wil u meteen erop attenderen dat wij per 1 januari of per 15 januari in Castricum een geweldig centrum voor archeologie gaan openen. Ik maak daar maar direct reclame. En dan hebben we het over het Huis van Hilde. En daar kunt u kennis nemen van hele mooie archeologische stukken. En voor de rest is het vooral een verrassing. Maar het is in elk geval een prachtig museum van oudheidkunde. Gericht op een ieder. Dus niet alleen maar op onderzoekers die überhaupt al geïnteresseerd zijn in archeologische stukken. Maar vooral voor gewone mensen. En daar is onze provincie van zorgen dat al het moois wat de provincie te bieden heeft, zoveel mogelijk toegankelijk is en wordt gemaakt voor gewone mensen. En vandaar dat ik het vandaag heel bijzonder vind om juist in deze publieksgerichte en publieksvriendelijke accommodatie het woord tot u te richten. Laat mij alvast beginnen met u te feliciteren. Met vooral dit prachtige raam, daar heb je gelijk in. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat wij... een belangrijke bijdrage hebben geleverd als het gaat om het vervolmaken van de glas-in-loodramen. En dat ziet u hier op een schitterende manier staan. Ik denk dat het goed is om te benoemen dat de ramen zijn ontworpen door striptekenaars. En die passen uiteindelijk, en daar werd net ook al aan gerefereerd, aan de Haarlemse traditie van de stripstad. En van de reeks ramen zijn er 5 geplaatst. En het 6e raam, en dat werd net ook al gezegd, is gemaakt naar het ontwerp van de heer Joost Zwarte. En ik vind het echt een eer om samen met hem het ontwerp te gaan onthullen. Het 6e raam, dat mag wel gezegd worden, de laatste, maar tegelijkertijd wel de grootste in de reeks, want dat mag ook gezegd worden, completeert op magistrale wijze wat mij betreft de zeer beeldende serie over de geschiedenis van deze mooie stad
Haarlem. En het is ook best wel goed dat net ook een hele mooie relatie is gelegd met de stad Amsterdam. Stadsherstel, oorspronkelijk uit Amsterdam. En deze bijzondere stad. Het is werkelijk uniek, zowel voor de stad Haarlem en uiteraard ook voor onze mooie provincie. Ik denk dat het ook een genoegen is voor mij om van u te vertellen dat wij, vanuit de provincie financieel hebben mogen bijdragen aan de realisatie van dit zesde raam. We hebben het niet gedaan in de gebruikelijke vorm van subsidiëring, maar we hebben het gedaan door middel van een eenmalige sponsoring. En dat betekent dat wij in ruil voor onze bijdrage, deze schitterende kerk, want uiteindelijk gaat het om deze kerk, dat wij uiteindelijk met deze schitterende kerk met haar unieke ramen, die kunnen we uiteindelijk gaan gebruiken ook voor provinciale bijeenkomsten. Wij gaan hierbij een partnerschap aan met Stadsherstel. En zoals u wellicht weet, hebben wij op 18 september het heugelijk moment gevierd van de nieuwe vleugel in het provinciehuis. En dat was voor ons ook een uniek moment om daarbij ook de koppeling te maken naar het 200-jarige Koninkrijk. En daarbij hebben wij 10 erfgoedikonen uitgezocht, waaronder het zesde glas in, in loodraam, zoals wij die zo direct zullen onthullen. Laten we mee. Zullen we beginnen? 3, 2, 1. Mooi strak.